Goedemiddag, 112 alarmstralen. U wilt spreken, politie, brandweer of ambulance? Ambulance. Ambulance, oké, welke woonplaats? Rotterdam. Oké, meneer, ik verbind u door, blijft u aan de lijn. Meld kamerambulancezorg, wat is dat adres van het noodgeval? Gomaspriet nummer 4. Kunt u dat voor mij herhalen? Ja, Gomaspriet nummer 4. Oké, op welk telefoonnummer kunnen we u terugbellen? 06 12 34 56 78. Kunt u dat nog één keer voor mij herhalen? Niet op alsjeblieft. 06 12 34 56 78. Oké, kunt u nu precies vertellen wat er is gebeurd? Ja, mijn vader is gewoon opeens op de grond gevallen. Oké, en is hij aanspreekbaar? Pap? Pap? Nee, hij reageert niet. En ademt hij? Ik ga hoe moet je dat ze toch kinlift? Ja, ik ga even controleren. 1, 2, 3, 4. Nee, hij ademt niet. Oké, en hoe oud is je vader? Hij is 55. Oké, en je kan reanimeren? Ja, ik ben zelf BHV'er, maar kom alsjeblieft snel met die ambulance. Ik heb echt hulp nodig. Oké, meneer, dan mag u direct de reanimatie starten. De ambulance is onderweg, tevens ook de brandweer en de politie. Zorg dat de voordeur open staat, zodat de hulpverleners naar binnen kunnen komen als dit op plaats zijn. Ja, oké, dat is goed. Ga ik doen. Oh, pieper. Even kijken. A1, Goma Street. 101 en 108 zijn gekoppeld. Goma Street. Yes. Zo bij het strand, hè? ...101 en 108, jullie staan in de koppeling voor een reanimatie. 101 komt vanaf Post Zuid en is naar alle waarschijnlijkheid als eerste te plaatsen. 108 komt vanuit Scheveningen. Brandweer en politie rijden mee, over. Ja, als begrepen voor de 101, eerste wagen waarschijnlijk te plaatsen. Brandweer en politie zijn er al. Bedankt, meldkamer. Oh, even keer kan raden, hè. Ja, rechts is vrij. Even kijken. Man, 55 jaar oud ongeveer. Voorgeschiedenis is blanco. Brandweer heeft al bevestigd reanimatie gestart te hebben. AED aangesloten. Meer kan ik er niet van maken. Pakken we mee. Lucas, spoedtas, zuurstof. Yes. Ik lees het de 108, of ja, dat hoorden we. We moeten helemaal, nou toch wel een kwartier, 10 minuten nog rijden, dus... Waar zijn we dan? Ja, Goma Street... Ah, daar zo, ja. Oh. Zet de man eens maar achteruit erin. Goedendag. Hoi. Hoi. Ja, het is hier boven het trapje op. Moet ik helpen met iets stiller of zo? Nee, ik pak de lifepack en de spoedtas, collega. Pak jij Lucas en de zuurstof? Heb ik. Oké, top. Nee, je hoeft niet te helpen, dankjewel. Oké. Thanks. Hoi. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Oi, goed. Eerste shock is er naartoe gediend. Ja. We zijn ongeveer 5 minuten bezig. Oké. Goed. Ga ze door. Blijf doorgaan. We gaan ze meteen overnemen hoor. Oké, collega, kun je de AED stickers loskoppelen van de AED en die aan onze lifepack stoppen? Yes. Ja, heel goed. Ik ga de zuurstof toedienen. Ik ga eerst even luisteren hoor. Even kijken. Ja, stickers zijn omgezet. Ja, thanks. Even luisteren. Collega, stop heel even. Of ja, ga maar door trouwens. Even.
Oké, nee. We hoeven niet te intuberen. We gaan gewoon met masker. Oké. Ik ga zo knijpen, collega. Als je op 28, 29, 30 bent, mag je even aangeven? Nee, ik zit nu op 20. Oké. Goed, daarna mag je stoppen. Ga ik twee keer beademen, collega, 7, zetten we de Lucas. 8, 9, ja. Oké. Twee keer beademen. Oké, ballon leg ik hier neer. Goed, til hem even een beetje op en dan leggen we Lucas eronder in. Yo, ik help wel even. Ja, is goed. Naar voren, heel goed. Ja, top. Ja, is Lucas omlaag. En is hij... De aanknop is er aan. Ja, ja, hij staat aan, heel goed. Oké, top man. Oké, collega. Ja, jij mag bij mijn collega achter, anders... collega, kun je even tegenover mij gaan zitten? Ja, heel goed. Goed, Lucas gaat zo meteen 3 keer piepen. Als hij piept mag je 2 keer in de ballon knijpen, ja? Ja. Oké, je mag opladen, 200 joule hoor. 200 joule in te ja. Lucas kan gewoon door blijven gaan. Collega, je mag zo meteen gewoon weer blijven met beademen. Op het moment dat wij het zeggen mag je even losgaan. Lucas kan door blijven gaan met de compressies. 200 kilojoule opgeladen. Ja, heel goed. Oké. Goed, even kijken. Nee, assist jullie, we gaan hem lozen. Oké, alles doorgaan. Oké, je mag voor mij een milligram adrenaline op gaan trekken hoor. Here you go. Ja, thanks. Ik ga even prikken. Pak de carotis. Hals prikken. Collega, kun je een beetje kant? Ja, ja, thanks. Ja. Oké. Okay. Heb jij een flush voor me? Heb ik. Ja, thanks. Ik hoor de tweede almeel. Ik ook. Oké, okay. Ik heb hem geflushed. Hij zit. Adrenaline. Alles vervolgen. Oké, blijf ze doorgaan, gaat goed collega. Ja, balen me gaat goed. Ja, top. Oké, Lucas is niet verplaatst. Nee, je zit nog goed. Het is goed hier. Ja, hier ook. We hoeven niks aan te doen. Kijken wat 108 nog voor ons kan betekenen. Ik ga nog eens luisteren. Hallo? Hallo? Hoi, hallo, hoi. Ja. Boven gedaan. Yo. We hebben een reanimatie op basis van assistolie. Net 200 joule laten lozen. Heeft geen zin om te shocken. 1 milligram adrenaline toegediend. Wordt beademd. Niet nodig te intuberen. En op dit moment hebben we nog voor de rest geen bijzonderheden. De fusnaald zit in de carotis. Oké, oké. Ja? Ja. Goed, Lucas doet zijn ding. Die staat aan. Lijkt erop dat hij nog goed blijft doorgaan, collega's, aan beademen. Meer kunnen we even niks doen. Zometeen kan al iemand de volgende adrenaline voor mij optrekken. Allereerst mogen we nog even nog een keer 230 joule opladen. Kijken of we resultaat hebben. 230? Ja. Oké. Ja. Nou, doen we dat. Helemaal goed man. Yes, opgeladen. 230 joule. Ja, heel goed. Nee, wederom accessorie lozen. En doorgaan. Adrenaline was hier opgetrokken. Ja. Ik ga hem die weer geven. Ik schuif voor de. Ja, thanks. Adrenaline gegeven. Even kijken hoor. Ik luister nog een keer. Stop de Lucas maar even, ik stop hem. Wel blijven ademen? Ja.
lijkt erop dat we ritme hebben, jongens. Ja? Ja, ritme. Sinus bradycardie. Wat zei je? Sinus bradycardie. Oké. 30. Ja, stijgt. Ik blijf nog altijd op de ademen. Ja, ga maar even door. Oké, zeg maar als ik moet stoppen. Ja. Stijgt 40. Oké, goed. We gaan vervoeren. Gaan we scheppen omlaag? Ik denk dat we Branca niet echt resultaat gaat geven. Ik ga even de boek klaarzetten. Ja. Ik neem aan dat we met jullie auto gaan vervoeren. Ja, we pakken hem even hier de E-klasse. Wat hebben jullie? Sprinter? Ja, we zijn met de sprinter. Oké, nou. Ik denk dat we E-klasse wel voldoende gaat zijn, hè? Ja, en desnoods rijden we anders wel achter jullie aan. Ja, of je rijdt even met mij mee. Kan ook. Kijk wel ja, even. Ja, ik ga wel bij jou achterin rijden. Oké. Goed, Lucas, we laten hem wel nog even eraan zitten. We kunnen de handen alles aan de Lucas vastmaken. Kunnen we makkelijk vervoeren. Ja. Als jij even aan de overkant wilt staan, collega. Andere collega. Ja, thanks. Jij mag vooral doorgaan met beademen, nog even. Ja, lukt vanuit deze positie. Ja, oké. Goed, handen maken we vast. Yes. Ja, top man. Oké. 101 onderling contact. De supporter weer uitstaan. 101 onderling contact. Gewerkt. Ja, hey, wat pak jij mee naar boven? Schep Branca? Ja, pak ik. Oké, top man. Branca gaat niet lukken, de gewone Branca met de draaiende trappenvel. Hij is net iets te krap. Oké, man. Goed. Oké. Kijk, collega, geef de ballon maar aan mij, ik neem hem over. Ja, alsjeblieft. Ja, thanks. Oké. Hey, we gaan scheppen. Ik heb bal even helpen met tullen. Ja, zo meteen. Ja, top. Oké, links en rechts aan elkaar klikken. Ja, collega Brand, wil je mag even aan één zijde gaan staan. Ja, ik pak hem. Heel goed. Oké, iedereen vast, handvat vast. Ja. Yes. Ja. Oké, 3 gaan we tillen. 1, 2 en 3. Ja. Moment. Life pack. Kun jij die pakken, collega? Verpleegkundige? Lukt dat? Ja, ja? Oké, ja. Top. Ik heb hem. Spoedtas. Als jij anders even, agent, de tas van ons meepakt, dan hebben we alles. Ja, doe. Top. Oké, kom maar naar beneden. Oké, goed. Ja, daar komt met de deur. Ja, we hebben hem. Oké, voorzichtig. Ja. Oké, leg je meer maar op de Branca. Ja. Oké, schep Branca eronder uit. Ja, goed. Heb je de tas voor me? Ja, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ik zet hem even terug. Rij jij met ons mee? Dan is het goed dat, neem aan dat jij dan achter ons aan gaat, chauffeur? Ja, zeker, zeker. Oké. Oké. Goed. Brandweer, politie bedankt. Jo, graag gedaan. Oké, ik ga vooraan melding doen in Rasmus hoor. Yes.
Erasmus gebeld, shockruimte 2 kunnen we terecht. Shockroom 2. Akkoord. Collega, kun jij wat fentanyl voor mij optrekken? Wordt een beetje onrustig. Ja, ga ik voor je doen. Even. Zeg maar 0,14 milligram. Ja, 0,14, ja. Meteen toedienen? Ja, doe maar. Ah, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, lijkt erop dat de ademhaling ook zelfstandig is geworden. Ik ga de ballon even stoppen. Zijn we? Ja. Oké, okay, top man. Ja. Het auto weer plaatsen. Ja, is goed hoor. Nou, we dragen hem even over. Ja, prima.